Een warme oproep aan de, blind getrouwd, kijkers op Twitter om de volgende aflevering eens te benoemen wat je vindt dat de ander wel goed doet. Kost geen moeite, schrijft Wim Slabink op zijn Twitter-account. De verwijten die de experts en kandidaten te horen krijgen, zijn namelijk niet min. Vooral Lean en Florence krijgen het hard te verduren. Florence en Lean zijn totaal niet open genoeg om mee te doen aan, blind getrouwd. Ik ben die kinderachtige Florence en die egoïstische Lean kotsbeu. Die blijven beter alleen, meest prutse meisje ooit, en, mijn advies aan Jiri, rum. En neemt Jorin ook mee en passant, klinkt het. Wim Slabink neemt het dus op voor de kandidaten en hoopt dat de haatreacties stoppen. Maar helaas gaat de discussie op Twitter gewoon verder. Hoezo kiezen jullie als psychologen keer op keer zoveel kandidaten die emotioneel onbeschikbaar zijn, klinkt het. Sorry, maar het valt op dat het bij alle koppels slecht loopt zover in het seizoen, gaat het nog verder.